Grenzen en identiteit. Hoofdstuk 7. Grenzen en identiteit in Nederland. Paragraaf 7.2. Grenzen in Nederland. Nederland is wat we noemen een soeverein land. Dat betekent, soeverein betekent dat de bestuurders van een land of koninkrijk bepalen welke wetten en regels er gelden. Dus niet dat een ander land dat kan bepalen wat er bij ons gebeurt. Nou, Nederland vormt samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten het Koninkrijk der Nederlanden. De andere eilanden in het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn gemeenten, net als bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Als we kijken wat hoort allemaal bij Nederland, dan komen we uit bij het territorium van Nederland. Het territorium is een gebied, en dat niet alleen land, maar ook water en de lucht erboven, dat binnen de landsgrenzen ligt. Ook een deel van de bodem van de Noordzee behoort hiertoe. We hebben het bijvoorbeeld over de territoriale wateren. Dat is het water boven het territorium in de Noordzee wat bij Nederland hoort. We noemen dit de zogenaamde 12-mijlszone. De Nederlandse kustwacht bewaakt hier de grens. De regels en wetten gelden ook in het luchtruim boven Nederland. Dus als een vliegtuig vanuit Duitsland naar Nederland vliegt, bevindt hij zich in het Nederlandse luchtruim, oftewel binnen het territorium van Nederland. Op het kaartje hiernaast zie je nog allerlei landen om Nederland heen bij de Noordzee, met allerlei verschillende kleurtjes. Dit is niet de territoriale wateren, maar de zogenaamde exclusieve economische zone. Dat is de 200-mijlszone. Hier kom ik straks nog op terug. Dit zijn even de kaartjes met de grenzen in Nederland. Met rechts natuurlijk herkenbaar Nederland, met de territoriale wateren, de 12-mijlszone. En op die linkerkaartjes in het Caribisch gebied met Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En daarnaast ook de gemeentegrenzen, zou je kunnen zeggen, van Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Binnen Nederland hebben we ook allerlei grenzen. Grenzen van provincies en van gemeenten. Dat zijn zogenaamde bestuurlijke grenzen. Deze grenzen hebben namelijk te maken met het besturen van Nederland. Want als we bijvoorbeeld kijken, elke provincie heeft zijn eigen bestuur. We noemen dit soort provincies noemen we eigenlijk ook wel bestuurlijke regio's. En zo'n provincie kan zelfstandig beslissingen nemen. Dit geldt ook voor gemeentes. Gemeentes zijn ook bestuurlijke regio's en hebben ook hun eigen beslissingsbevoegdheid. Als burger heb je wel invloed kun je hebben op dit bestuur. Je kunt heel simpel invloed hebben door te gaan stemmen. Er zijn naast de gewone verkiezingen ook provinciale statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. Je moet natuurlijk wel ouder zijn dan 18. Maar je kunt, als je jonger bent, ook een burgerinitiatief indienen. Bijvoorbeeld zeggen dat er in jouw gemeente een jeugdhoek moet komen. Of een bankje in het park waar je lekker kunt hangen. Of misschien iets groters, een skatepark. Dit skatepark is in Lelystad aangelegd door de gemeente nadat de jongeren een burgerinitiatief hadden ingediend. Dit was paragraaf 7.2, maak nu alleen nog de opgaven.